Hey, ik heb iets leuks voor je. Ik heb namelijk een 100% plantaardig, eiwitrijk weekmenu ontwikkeld en deze kan jij gratis ontvangen. Ga hiervoor naar mijn website www.lopkevase.nl of klik eventjes op de link in de show notes. Scroll een klein stukje naar beneden en laat daar eventjes je voornaam en je e-mailadres achter. Ga naar je mailbox om je e-mailadres te bevestigen. Let op, deze kan de spambox belanden. En vervolgens ontvang je helemaal gratis het weekmenu in je mail. Iedere dag bevat minimaal 90 gram eiwit. En de recepten zijn makkelijk te maken met ingrediënten die je gewoon kan kopen in de normale supermarkt. Dus geniet van 21 plantaardige recepten. En tag me zeker even op social media als je iets hebt gemaakt. Hi, ik ben Lopke Vaasen en ik ben diëtist. Mijn expertise ligt in volwaardig plantaardig eten en duurzame voedselkeuzes maken. En al jaren coach ik mensen naar een leven waarin ze door meer plantaardig te eten een betere gezondheid krijgen. Met een gezond gewicht, meer energie en het belangrijkste, als je het mij vraagt, meer zelfvertrouwen. Of je nou al jaren plantaardig eet, zoekende bent in de wereld van voeding en gezondheid, of gewoon nieuwsgierig bent naar wat het voedingspatroon met meer plantaardige voeding voor jou kan doen, welkom bij mijn podcast. Waarin ik je meeneem in mijn groene gezondheidsmissie. Door je te informeren en inspireren over een gezonde leefstijl. Die na te laten denken over duurzaamheid. En je te helpen in je persoonlijke groei. Dag lief luisteraar. En leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En dit is er een. Uh, ja, die ik nog nooit op deze manier heb opgenomen. Of een uh, soort nieuw concept. Maar ik denk dat het een hele leuke podcast ga, gaat worden. Ik heb namelijk gisteren iets heel erg leuks gedaan. 12 oktober. Ik ben ook echt net wakker van hetgeen waar ik dus gisteren van teruggekomen ben. Het was een lange dag voor mij, want ik moest er helemaal voor naar Driebergen. Dat is uh, in de buurt van Utrecht. En dat is voor mij ongeveer twee uur rijden. En ik was uh, op een uh, congres. Specifiek op een uh, congres van PAN. Dat staat voor Physicians Association for Nutrition. En zij hebben ook een. Het is een internationale organisatie, maar ze hebben ook een, een tak in Nederland. En het is een vereniging die in 2020 is opgericht, het Nederlandse tak dan specifiek als onderdeel van PEN International. Dat is een wereldwijd netwerk van zorgverleners. En het doel van PEN is het vergroten van het bewustzijn van de kracht van gezonde voeding. Want in de praktijk blijken zorgverleners nog weinig te weten over de effecten van gezonde voeding in het voorkomen van ziekte. En ook het effectief inzetten van gezonde voeding als onderdeel van een medische behandeling gebeurt nog te weinig. En daarnaast uh, kaart dus ook best wel vaak de link aan tussen uh, gezonde voeding, verantwoorde voeding, duurzame voeding en klimaatverandering en andere duurzaamheidsproblematiek. En ja, dat is natuurlijk iets wat helemaal in mijn straatje is. En uh, ik ken de organisatie ook al heel lang. En uh, ik heb gisteren ook besloten dat het tijd wordt om mezelf uh, ook maar eens even aan te sluiten bij deze organisatie. Dus dat uh, ga ik vandaag of morgen eens even regelen. Dat ik ook uh, onderdeel ben van, uh, van uh, Pan-Nederland. En ik moet ook zeggen dat ik ook over de organisatie zelf nieuwe dingen heb geleerd wat ik niet zo goed wist. Ik wist wel dat ze heel veel deden met voorlichting en uh, ja, heel betrokken waren bij het tot stand komen van, uh, van, van alles. Om maar die plantaardige. Uh, transitie in te zetten. Maar uh, gisteren leerde ik bijvoorbeeld dat ze uh, ook betrokken zijn geweest bij de, tot, bij de totstandkoming van uh, diverse voedingsrichtlijnen. En uh, dat zijn voedingsrichtlijnen die ik zelf ook best wel vaak uh, heb, uh, onder de aandacht heb gebracht de afgelopen maanden, soms jaren. Want die worden allemaal steeds plantaardiger in Europa. Plantaardiger in Europa. En uh, nou, gisteren leerde ik dat Pan daar dus gewoon een, uh, een aandeel in heeft uh, gehad. Bijvoorbeeld bij de, bij de totstandkoming van de Noorse voedingsrichtlijnen. En ik dacht ook de Duitse voedingsrichtlijnen. Waarin gewoon heel duidelijk uh, nu benoemd wordt dat uh, we nog minder vlees moeten eten. Het advies voor de maximale vleesconsumptie is in beide richtlijnen ook omlaag gegaan. En daar is Pan dus gewoon bij betrokken geweest. Dus dan zie je hoe belangrijk het is dat dat soort organisaties bestaan. En dus ook de reden dat ik dacht: Nou, het wordt tijd dat ik me ook eventjes uh, aan ga melden. Dus dat ga ik zo snel mogelijk regelen. Maar ik was dus gisteren aanwezig bij die conferentie. Het was super interessant. Hele interessante sprekers. Te veel informatie om het allemaal te onthouden. Maar een aantal dingen zijn blijven hangen. En ik dacht: Misschien is het leuk om daar een podcastaflevering over te maken. Een paar takeaways. Ik heb er specifiek vier voor jullie om jullie ook een beetje mee te nemen in deze dag en dingen waarvan ik denk dat ze leuk zijn voor jullie om te weten, interessant is om te weten en um, ja, waar je wat mee kan. Dus uh, deze aflevering bespreek ik mijn vier belangrijke takeaways van het PANK-congres van 12 oktober 2024. Here we go. En dan wil ik beginnen met het onderwerp gezonde botten. En dit kwam volgens mij voorbij in de Lezing van Shireen Kassan. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Ze is in ieder geval hematoloog. En een hematoloog is iemand die zich bezighoudt met goedaardige en kwaadaardige ziekten van bloed, beenmerg en lymfeklieren. Maar het zou ook kunnen voorbij zijn gekomen in de lezing van Brenda Davis. Zij is diëtist. Of eigenlijk weet ik wel zeker dat ze het er beide even over hebben gehad. Maar één van de twee die ging er iets dieper op in. Want wat is namelijk de kwestie? Iets wat we inderdaad vaker zien in wetenschappelijk onderzoek, is dat mensen die vegan eten, iets vaker hupfracturen hebben. Nou moet ik jullie even vergeven om de exacte cijfers te. Of jullie moeten het mij even vergeven, bedoel ik, om de exacte cijfers te delen. Wat dan precies vaker is. Want ik weet niet of dat die cijfers dan echt significant hoger liggen. Maar. Wat wel duidelijk is, is dat het een aandachtspuntje is in uh, een veganistisch dieet. Het uh, bereiken van gezonde botten. En dat is absoluut een ding. Ik heb het hier ook al vaker over gehad. He, let er echt op bij een plantaardig dieet. We zijn zo gewend om onze calcium binnen te krijgen via zuivel. Als je geen goede vervangende producten daarvoor neemt... dan kan je calciuminname echt flink zakken... Dat uh, is bekend en daar heb ik ook al zeker in video's en ik denk ook wel in de podcast uh, vaker bij stilgestaan. Ik heb al zoveel podcasts inmiddels opgenomen dat ik het even niet op Netflix heb. Maar ik kan me niet anders dan voorstellen dat ik het daar wel eens over heb gehad. Anders wordt het de hoogste tijd. Dus mocht jullie uh, zeggen: hé, hey, die heb ik gemist, dan moet je me even een uh, berichtje sturen. Um, maar calciuminname is een aandachtspunt. Dat is evident waar. Maar. Kijk, bij onderzoek heb je altijd. Uh, je hebt heel veel verschillende typen onderzoek. En um, specifiek het fenomeen zien dat mensen die meer plantaardig eten, vaker heupfracturen hebben, wat dus een signaal is van een mindere botdichtheid. Dat wordt gezien in wat we noemen observationele studies. En observationele studies die kunnen nooit een oorzaak gevolg blootleggen. Die uh, observationele studies. Dat betekent dat je naar een bepaalde groep gaat kijken en je gaat zoeken of je gaat onderzoeken, kan ik beter zeggen, uh, of er associaties zijn. Een associatie wil zeggen van hé, hey, dat er een link is tussen het een en het ander. Maar dat betekent ook altijd dat je nooit met grote stelligheid kan zeggen dat het een het ander ook in gang zet. Hè, een heel klassiek voorbeeld wat vaak wordt gegeven is um, mensen met meer sportschoenen. Uh, zijn uh, van een lager gewicht. Dat zou een hypothetisch onderzoek kunnen zijn. Maar dat betekent niet dat als je maar sportschoenen gaat kopen, dat je dan een lager gewicht krijgt. Dat betekent dat mensen die meer sportschoenen hebben waarschijnlijk sportiever zijn en daardoor dus een lager gewicht hebben. Dat is wat we noemen een associatie. Het is geen oorzaak-gevolg. Het is niet dat meer sportschoenen leidt tot een minder gewicht. Nee, het is een verband wat gezien wordt. Nou, en bij voeding heb je dit heel vaak. Er zijn heel veel verbanden waarbij je niet het een per se het ander in gang zet. En door heel veel onderzoeken te combineren en kennis daarmee te combineren, kun je ook wat beter conclusies trekken. En wat meer nuance aanbrengen bij observationele onderzoeken. Waarbij je het nooit met stelligheid kan zeggen, maar waarbij je dus wel kan, kan zeggen van nou, en vermoed wordt dat dit komt door. En specifiek bij de kwestie heupfracturen, meer heupfracturen onder vegans. Zijn er een paar dingen die belangrijk zijn om te onthouden? En eigenlijk werd ik zelf weer ook een beetje herinnerd aan iets waar ik ooit een uh, artikel over heb geschreven. samen met Armanda Govers in een krant. En dat is toen ook, uh, ook ingestuurd. Omdat er namelijk toen ook een onderzoek best wel veel media-aandacht kreeg. waarin uh, kranten er mooie uh, koppen van maakten. van. Uh, eet je vegan, dan uh, is dat een recept voor broze botten. Zoiets stond er. En ik kan me nog herinneren dat we toen precies deze argumenten aanhaalden in dat stuk. En een van de dingen is wat je moet onthouden, wat dus ook bij de conferentie werd gezegd door, uh, uh, ja, ik dacht dus Shereen Kazan. Mensen die vegan eten, hebben over het algemeen ook een wat lagere BMI. De BMI is de Body Mass Index. Dus dat is de hoeveelheid gewicht die je hebt ten opzichte van je lengte. Daar hebben we een scoresysteem voor of een, uh, ja, een... Uh, Afkapwaarde hebben we daarvoor. En dat is natuurlijk heel erg gunstig, hè? een plantaardig dieet verlaagt namelijk of wordt geassocieerd met een laag risico op overgewicht. Want mensen die plantaardig eten, eten over het algemeen gezonder, eten dus minder snel te veel. Waardoor ze gewoon een gezond gewicht bereiken. Maar er is dus specifiek één ding waar overgewicht heel erg goed voor is. dit is geen uh, teken om maar uh, meer gewicht erbij te. Uh, bij te eten, want uh, overgewicht heeft ook heel veel nadelen. Maar één ding waar overgewicht wel goed voor is, is het bereiken van een betere botdichtheid. En hoe komt dat nou? Dat heeft eigenlijk twee belangrijke redenen. Allereerst, ons, onze vetcellen die produceren ook oestrogeen. En oestrogeen is een hormoon wat. Ook een, um, een rol speelt bij het uh, inbouwen van, uh, van botpassen. En dat is ook de reden dat wanneer vrouwen in de overgang komen, dat hun risico op osteoporose opeens enorm toeneemt, omdat je oestrogeengehalte ineens heel erg zakt. Drastisch zakt, heel snel zakt ook. En daardoor verlies je dus die beschermende werking van oestrogeen. Maar als jij overgewicht hebt dan maakt jouw lichaam automatisch ook wat meer oestrogeen aan, want je hebt meer vetcellen. En daardoor heb je dus ook iets meer bescherming van die botten, omdat je dus meer oestrogeen aanmaakt, wat een rol speelt bij het inbouwen van botpassa. Dat is reden nummer één. Daarnaast, um, als jij meer gewicht bij je draagt, heeft jouw... Um, uh, is, jouw, is jouw, uh, jouw botmassa ook eigenlijk iets meer beschermd wanneer je valt. Dat is, klinkt heel gek, maar dat is echt zo. Het werkt als een soort dempend effect... waardoor je dus wat minder snel een bot zou breken. Plus, meer massa bij je dragen... zorgt er ook voor dat je botten altijd meer gewicht moeten dragen... waardoor ze ook een soort signaal krijgen van... hé, hey, je moet wel sterk blijven, je moet wel sterk zijn. Of een signaal krijgen, het is meer een soort reactie... Waardoor de botten van mensen met overgewicht ook iets sterker en steviger zullen zijn. Dat ze letterlijk meer gewicht moeten dragen. Nogmaals, het is allemaal geen uitnodiging om maar meer massa erbij te krijgen. Als je gewoon een gezond gewicht hebt. Maar het is wel bekend dat een, uh, dat overgewicht, dus op, om deze redenen bij kan dragen aan een betere botmassa en ook het risico op breuken iets verlaagt op het moment dat je een keer valt. Wat moeten we hier nu mee? Nou, dit is dus belangrijke context die je mag onthouden op het moment dat je weer leest dat mensen die uh, vegan eten vaker botbreuken hebben, want dat heeft eigenlijk dus ook iets gunstigs met zich uh, of brengt iets gunstigs met zich mee, want waarschijnlijk is het zo dat ze vanwege hun lichaamsbouw, die eigenlijk gezonder is op vele andere vlakken... iets minder goed beschermd zijn um, tegen, uh, uh, ja, tegen, uh, tegen botbreuken bij vallen. Maar daarnaast uh, is het wel inderdaad echt belangrijk als veganist... of als iemand die plantaardig eet, om echt erop te letten dat die calciuminname goed is. Hè, dus neem bijvoorbeeld echt met calcium verrijkte plantaardige drinks. Dat helpt gewoon zo enorm, het maakt het zoveel makkelijker... En vergeet ook niet alle andere factoren die belangrijk zijn voor het verkrijgen van gezonde botten. Denk bijvoorbeeld aan um, beweging, heel erg belangrijk. En dan niet fietsen of zwemmen, want daarmee voelen je botten niet ze sterker moeten worden. Echt het liefst krachttraining uh, en ook uh, ja, uh, lopende bewegingen... of bewegingen waarbij je botten echt een soort druk voelen van de zwaartekracht. Dus hardlopen bijvoorbeeld... Dat is allemaal heel erg gunstig voor het verkrijgen van gezonde botten. Neem eventueel vitamine D-supplement. Want dat is ook belangrijk voor het verkrijgen van gezonde botten. Allemaal, allemaal factoren die bijdragen aan het verkrijgen van gezonde botmassa. En ja, het is dus wel echt een aandachtspuntje als je plantaardig eet, let erop. Want een gezonde botmassa is heel erg belangrijk uiteraard. En alles wat je op jongere leeftijd opbouwt, beschermt je op de lange termijn. Dus echt de beste dag om ermee te beginnen was gisteren, dus het tweede beste moment is vandaag. Dan het tweede inzicht wat ik daar kreeg, wat ik ook echt heel interessant vond, dat was een lecture van, ik hoop dat ik haar naam ook goed uitspreek, Roberta Alessandrini. Zij was uh, Italiaans. En zij is uh, diëtist en director of the Dietary Guidelines Initiative. En dit is dus de tak van PAN die zich bezighoudt... met het ondersteunen van partners of mensen... die aan tafel zitten bij het ontwikkelen van voedingsrichtlijnen. En zij helpt dan bijvoorbeeld door deze mensen te voorzien... van bronnen die ze aan kunnen dragen... tijdens de totstandkoming van dit soort richtlijnen... om ervoor te zorgen dat deze aanzetten bij gezondheids- en klimaatdoelen. En zij gaf een uh, lezing... Over bewerkte voeding. Wanneer is iets nou bewerkt? Hoe kwalificeren we of iets bewerkt is? Het is natuurlijk in het bijzonder interessant omdat er best wel wat uh, demonisering plaatsvindt van producten op plantaardige basis. En soms niet gewoon terecht, want er is heel veel vegan junkfood uh, beschikbaar. Maar specifiek een onderwerp waar zij het wat uh, langer over had... en waar ze zich in haar uh, werkende leven mee bezighoudt, is vleesvervangers. Vleesvervangers zijn echt een heel belangrijk middel om mensen minder vlees te laten eten. De meeste mensen vinden het gewoon nog te lastig om aan de tofu en de pulver te gaan. Alhoewel er geen enkele discussie over is, of dat natuurlijk het allerbeste is. Maar een heel belangrijk punt wat zij maakte in haar lezing... En ik zou haar zeker eventjes googelen als je het interessant vindt om hier meer over te weten te komen, is dat het beoordelen of iets bewerkt is of niet op dit moment nog best wel subjectief is. En er wordt ook heel veel gelobbyd, met name natuurlijk door de vleeslobby, om um, dit soort producten maar te demoniseren en te zeggen hoe slecht ze zijn voor onze gezondheid. En een heel belangrijk punt wat zij maakt als je het mij vraagt, is dat we echt die vleesvervangers wel moeten plaatsen in het hokje waar het hoort. Of in het vak waar het hoort, de categorie waar het hoort. Namelijk bij het vlees. Want vleesvervangers moeten vlees vervangen op ons bord. En ga dan ook niet vleesvervangers bij de chips in de koek zetten. Want het is een totaal ander product. En als je die vleesvervangers dan dus legt. Naast um, een, uh, uh, een stukje vlees, en het verschilt natuurlijk per vlees wat dat is, dan scoren die vleesvervangers vaak helemaal niet zo slecht. Vaak zelfs gezonder dan het dierlijk equivalent. En zeker als je daar dus de impact op milieu en klimaat in meeneemt, dan zijn die vleesvervangers super gezond. Want de gezondheid van de planeet is ook natuurlijk wat. Invloed heeft op gezondheid van mensen. Dus het was zo'n belangrijk punt wat zij maakte om wat genuanceerd te gaan kijken naar vleesvervangers, zeker als mensen het dus eten in plaats van vlees. En nogmaals, niet om mensen maar te pushen om ze te eten, maar om wel een eerlijk beeld te schetsen: van hé, hey, als jij nu een nieuwe, gewone hamburger eet van een vlees, en je vervangt die voor een vega hamburger, dan is dat wel degelijk een gezonde stap. En ook hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld plantaardige drinks. Ja, dat zijn natuurlijk in principe bewerkte producten. Maar het is op een heel andere manier een bewerkt product. Dan wanneer je uh, kijkt naar bijvoorbeeld koek, snoep, chips, frisdrank. Dat is een heel andere manier van bewerken. En het heeft ook een heel andere rol in het voedingspatroon. En het is gewoon belangrijk dat we het op de goede manier beoordelen. En op de goede manier zien. En eigenlijk is daar op dit moment nog helemaal geen goede beoordeling voor. En heel erg leuk, aan het eind vroeg iemand dus van, um, ja, dat punt van, hè, mensen zeggen dan vaak van, ja, maar ik uh, eet nu vlees, want dat is dan natuurlijk. Terwijl een vleesvervanger niet natuurlijk is, en jullie zien het niet, maar ik pak met mijn vingers nu van die haakjes. En uh, zij, ze, die persoon vroeg aan haar van, hoe kan ik die persoon nou het beste uitleggen dat dat. Een, een, een onterecht punt is. En toen zei ze iets wat ik zelf ook heel vaak zeg tegen mensen die mij deze vraag stellen, want ik heb die vraag ook wel eens gehad. Namelijk, als je denkt dat vlees natuurlijk is, kijk alsjeblieft eens even naar hoe vlees tot stand komt en hoe de dieren die wij vandaag de dag gebruiken om vlees te maken, veranderd zijn ten opzichte van hoe deze dieren waren in nog maar 1900 bijvoorbeeld. En je komt tot de conclusie dat dat helemaal niet zo natuurlijk is als jij nu denkt. Dan ga ik naar Gemma Newman. Gemma Newman ken ik al langer. Zij is huisarts en ze heeft ook twee boeken geschreven: The Plan Power Doctor en een boek wat heel recent is uitgekomen, namelijk Get Well, Stay Well. En ik vind haar echt heel erg leuk en fantastisch. Hele leuke vlotte vrouw. En haar uh, lezing ging helemaal over hormonen en uh, de impact van leefstijl op hormonen. En ik vond dit zo'n belangrijke lezing. Wat ik een beetje jammer vond en tegelijkertijd ook wel weer mooi vond, is dat ze een beetje gedwongen was om echt heel veel thema's in een hele korte tijd erdoorheen te proppen. Daar kon je gewoon een hele conferentie aan zich over vullen. Maar zij kreeg de, de schone taak om in 25 minuten alles wat met hormonen zo'n beetje uh, aan problemen kan geven bij het vrouwelijke uh, uh, lichaam. Om daar. Uh, uh, ja, even alle belangrijke kanttekeningen en uh, op- en aanmerkingen bij te geven. Dus dan moet je denken aan de menstruatiecyclus, menopauze, PCOS, endometriose. Nou ja, dat is gewoon eigenlijk onmogelijk. Maar ze deed dat heel erg netjes en uh, ze bleef mooi bij de kern. En ik vind hormonen heel erg interessant. Omdat um, het is een van de thema's waar ik ontzettend veel over heb geleerd de afgelopen jaren. En... Ook echt heel anders ben gaan denken over bepaalde dingen. Want ik was vroeger, even voor je idee, mocht je dat niet weten, ik ben nu 29 en laten we zeggen tot mijn 24ste, 25ste, zoiets. Had ik ook echt veel meer zo'n, zo ja, nog zo'n, eigenlijk totaal ononderbouwd, maar meer een sentimenteel, gevoelsmatig idee van, nou, de pil is toch super slecht. En al die hormonen die mensen in hun lijf stoppen, en dat moet je toch allemaal niet willen. Maar ik ben er zo anders over gaan nadenken de afgelopen jaren. En eigenlijk gewoon omdat ik er zoveel beter over geïnformeerd ben, heel veel uh, experts aanhoren in plaats van. Ja, met alle respect, maar ik ga het toch even zo zeggen. Um, dames, het zijn toch vaak dames, maar soms ook heren overigens hoor, maar steeds meer heren zelfs. Dames en heren, laten we het dan zo zeggen. Mensen op het internet die niet per se arts zijn, die niet per se iets snappen van hoe anticonceptie werkt, um, maar gewoon een bepaald gevoel erbij hebben. En dat mag ook, ik bedoel, je hoeft het niet te gebruiken, maar het is natuurlijk wel heel kwalijk als mensen uh, verkeerde info verspreiden, terwijl... Uh, hormonale anticonceptie voor sommige mensen echt heel erg belangrijk is. En dat gaat van mensen met bepaalde klachten tot aan bijvoorbeeld mensen in de gehandicaptenzorg die uh, hormonale anticonceptie geven om een beetje een, uh, uh, ja, een, uh, uh, een impact te kunnen hebben of niet een impact um, invloed te kunnen hebben, bedoel ik, op de cyclus van mensen die uh, uh, ja, die daar heel moeilijk zelf mee om zouden kunnen gaan. Um, het zijn echt hele waardevolle producten, die uiteraard wel op de juiste manier moeten worden gebruikt, op de juiste manier moeten worden ingezet. Maar dat is juist zo mooi aan Gemma Newman, dat zij uh, helemaal niet anti is. <laughs> en dat is eigenlijk met alles een rode vlag. Je moet niet per definitie anti zijn, je moet gewoon een geïnformeerde uh, 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 beslissing kunnen maken, maar ook ge geïnformeerd advies kunnen geven. In plaats van dat je al hebt bedacht dat je iets niet bevalt en daarom um, uh, er per definitie tegen bent. Um, maar ze is huisarts en dat doet ze heel erg goed. En ze geeft gewoon heel duidelijk aan wat je kan met uh, allerlei medicatie overigens. En wanneer het van, van toegevoegde waarde kan zijn zonder de leefstijl over te slaan. Want de leefstijl kan ook heel erg veel uh, betekenen voor mensen met klachten van allerlei. Allerlei kalibers dus. Ja, wat ik al zei, ze had het over endometriose. PCOS. Uh, ik heb trouwens een hele podcast over PCOS. Met een uh, gezondheidswetenschapper. Margot heet zij. Zeer de moeite waard mocht je hier uh, um, problemen mee hebben. Um, en ik heb even twee dingetjes. Ik hing echt aan haar lippen bij die lezing. Ik vond dat super interessant. Omdat ik daar echt ook het meest van heb geleerd. Uh, er vroegen ook wat mensen tijdens het congres aan mij... Um, trouwens, even tussendoor, dat bedenkt me nu, maar ik ben echt zo vaak aangesproken door mensen daar. En dat vond ik zo ontzettend lief. Die zeiden: hé, hey, ik volg je, wat leuk om je eindelijk te zien. Dus mocht je luisteren naar deze podcast? Nou, het is echt niet meer op één hand te tellen hoeveel mensen mij hebben aangesproken daar. En ik was er een beetje overweldigd van, maar ik vond het wel heel erg leuk en lief. Um, dus dank je wel. Um, Oké, okay, we gaan weer verder. Um, maar mensen vroegen daar dus regelmatig aan mij van... leer jij nou nog wat vandaag? En natuurlijk zit er heel veel herhaling bij... en zit er heel veel tussen dat ik denk van... ja, dit wist ik wel. En dat is niet om op te scheppen of zo... maar het zou gekker zijn als het niet zo is... want dat zou betekenen dat er toch een behoorlijk gat zit in mijn kennis... ten opzichte van uh, wat ik uh, vertel uh, online. Um, nee, ik durf wel te zeggen dat ik iets weet van plantaardig eten. Daar ben ik niet zo, uh, niet zo bescheiden in. Maar uh, dit was een, een, uh, een lezing waar ik echt het meest van heb... Uh, heb geleerd. En eh, ik wil even twee dingen met jullie uh, bespreken, twee onderwerpen. Uh, en we beginnen even met um, leefstijl en meer plantaardig eten, bij uh, uh, of ik moet anders zeggen, leefstijl/slash meer plantaardig eten en het hebben van menstruatiekrampen of ja, menstruatieklachten. En Gemma die geeft in haar lezing het voorbeeld dat ze de hele hormoonbalans... die vergelijkt ze eigenlijk met een orkest. En als geheel klinkt dat orkest prachtig... maar als maar één lid van dat orkest... één hormoon dus ja, iets anders gaat doen... gek gaat doen... wat we zouden zeggen in uh, hormonale context uit balans raakt... dan klinkt dat hele orkest vervolgens vreselijk... en brengt natuurlijk ook alle andere... Deelneemt aan het orkest in de war. En op een gegeven moment heb je geen mooie symfonie meer. En dat is dus ook wat er met hormonen aan de hand, eh, aan de hand is. Eén balans dan kan de rest ook helemaal uh, getriggerd worden. En vervolgens legt ze uit, legde ze uit in haar lezing. wat er kan gebeuren. als je uh, leefstijl niet helemaal op orde is met, uh, met je uh, klachten die je ervaart. Rondom de menstruatie. En een van de dingen die ze vertelde is. Um, een teveel aan oestrogeen in je lijf. dat kan ervoor zorgen. dat het baarmoederslijmvlies dikker wordt. En het baarmoederslijmvlies is het gedeelte wat uiteindelijk. Uh, we verliezen tijdens de menstruatie. Als, het niet, uh, als er geen bevruchting heeft plaatsgevonden. Dus wat je het grootste deel van je leven als het goed is ervaart. omdat je. Uh, uh, ja, geen, uh, geen, uh, geen zwangerschap wil. Hè, als er geen bevruchting heeft plaatsgevonden, dan uh, menstrueren we in principe. Want uh, ja, er uh, is geen noodzaak tot uh, innesteling. Dus dan verliezen we die, uh, ja, die, die, dat slijmvlies in de vorm van een menstruatie. En wat zij vervolgens vertelt, is: wat is de reden dat wij meer oestrogeen kunnen hebben... dat heb ik eigenlijk net al eventjes gezegd... in mijn verhaal over calcium... overgewicht. En dit is dus een, een, uh, een mechanisme... waarom overgewicht dus ook bij kan dragen... aan meer menstruatieklachten. Hè? Onze vet, vetcellen die produceren onder andere oestrogeen. Dus heb je overgewicht... dan kan het zijn dat je meer oestrogeen uh, produceert... met als gevolg dat je slijmvlies dikker wordt... En dit zet nog meer in gang. Want ten eerste kan je meer bloedverlies hebben, wat heel erg vervelend kan zijn. Kan ook leiden tot ijstekort. Maar een dikker baarmoederslijmvlies, dat zorgt er soms ook voor dat je meer progestaglandine produceert. En progestaglandinen, die worden geproduceerd dus in het baarmoederslijmvlies. En die maken dat je baarmoeder een beetje samenkrampt. En dit geeft dus ook die baarmoederkrampen of die menstruatiekrampen als we, als we bloed verliezen. Of soms in de week voordat we bloed gaan verliezen. En als die progestaglandine pro in de bloedsebloop komen, dan kunnen ze ook zorgen voor wat diarree of misselijkheid of zelfs overgeven. En je kan het misschien al raden, als je dus meer van die progestaglandine hebt, kan je dus meer klachten ervaren en ja, dus meer krampen ervaren, meer diarree ervaren, meer misselijkheid ervaren, um, meer menstruatieklachten in het algemeen ervaren. En er zijn dus manieren om het teveel aan oestrogeen en progestaglandine um, uh, om dat zeg maar te verminderen. Of te voorkomen dat het zoveel wordt. En één heb ik eigenlijk net al een beetje gegeven. Ja, zorg er dus voor dat je geen overgewicht hebt. Dat is heel makkelijk gezegd van mij, dat snap ik. Maar overgewicht speelt hier dus of kan hier een rol bij spelen. Laat ik het zo genuanceerd mogelijk zeggen. Um, en um, de peel is ook een manier om menstruatieklachten te verminderen. Waarom? Omdat je dan dus minder van die proglesdag dienen gaat. Um, produceren en daardoor dus minder krampen zal ervaren. En trouwens, ontstekingsremmende pijnstillers zoals ibuprofen en uh, naproxen, zijn ze volgens mij ook, die uh, hebben hier ook een uh, effect op en daarom zijn die dus ook zo productief bij het ervaren van menstruatiekrampen. En dit zijn ook dus echt effectieve methoden. En als iemand echt heel veel klachten heeft en al heel veel heeft gedaan. Om, uh, ja, om dit, 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 deze klachten met leefstijl uh, te lijf te gaan. Dan zijn er dus effectieve manieren om echt even wat meer levenskwaliteit terug te krijgen. En daar is in principe ook niks mis mee. Maar het is wel aan te raden om ook altijd naar leefstijl te kijken. En bijvoorbeeld het feit dat meer plantaardig geten dus ook bijdraagt aan het hebben van een gezond gewicht. Kan een, menstrua een menstruatie, kan een motivatie, bedoel ik. Kan een motivatie zijn. Om uh, uh, ja, hier uh, verantwoordere keuzes in te gaan maken. En te werken aan de levensstijl. En mijn situatieklachten kunnen echt zoveel van je levensgeluk, levenskwaliteit af, uh, afhalen. Dus echt. Wees daar ook niet, uh, niet te huiverig in om, om naar je huisarts sowieso te stappen. En een remedie aan te pakken die iets doet met jouw klachten. Want dat is echt, dat, is, dat, is, dat, dat kan zoveel. Um, ja, ...levensgeluk, levenskwaliteit teruggeven. En een huisarts kan je daarin helpen. En ontken de leefstijl niet, want leefstijl kan ook heel veel. Uh, en ze noemden nog een mechanisme daarvoor trouwens. Uh, namelijk het eten van veel vezels. En hoe krijgen we veel vezels binnen? Met meer um, uh, plantaardige voeding. Want wat doen die vezels... Nou, vezels die verlagen het risico op obstipatie, constipatie verstopping. Zo uh, is dat voor de meeste mensen bekend. Of uh, ze verbeteren de, de darmperistatiek en uh, voeden het darmmicrobioom. Vezels zijn supergoed voor je darmen en voor een goede spijsvertering en uh, ja, gezonde ontlasting. En ontlasting is onder andere heel erg belangrijk, omdat het namelijk ook um, een mechanisme is om hormonen te lozen die niet langer nodig zijn. Maar als jij geen goede ontlasting hebt, of geen goed werkende uh, darmen hebt, door een gebrek aan vezels in de voeding, en je raakt bijvoorbeeld geobstipeerd of geconstipeerd, dan recycle je ongewenst hormonen. Want die worden gewoon weer gereabsorbe, gereabsorbeerd in het darmkanaal. Um, en dan raak je ze dus niet kwijt via, via de ontlasting. Met als gevolg dat je dus meer van die hormonen in je lichaam hebt. Wat dus weer kan bijdragen aan het hebben van menstruatieklachten. En er is nog iets: um, je hebt namelijk ook het, um, het sekshormoonbindend globuline. Oftewel SHBG. Dit is een eiwit dat in je bloed testosteron en oestradiol bindt. Nou, je kan wel merken aan deze aflevering dat ik geen arts ben, maar echt diëtist. Ik doe mijn best hier. Ik heb heel hard aantekeningen gemaakt tijdens de lezingen. En dit SHBG, dat is een uh, belangrijk stofje, want uh, dat zorgt er ook voor dat je dus niet meer hormonen in je systeem hebt dan je nodig hebt. Want het, het bindt Um, ja, je kan het eigenlijk het beste hebben over hormoonregulatie. Want het, het bindt dus hormonen die we nog niet nodig hebben, of die we niet meer nodig hebben, waardoor ze dus niet actief zijn. En veel SHBG zorgt er dan dus ook voor dat die hormoonhuishouding uh, beter wordt gereguleerd. En bij PCOS wordt dan ook vaak een lager SHBG gezien. En daardoor hebben mensen met PCOS dus ook meer van die hormonen in hun lichaam. En dat kan dan dus weer bijdragen aan menstruatieklachten. Dus een hoog SHBG is goed. En een gezonde leefstijl, waaronder dus meer plantaardig eten, zorgt ervoor dat ook dat stofje, dat SHBG, in een uh, uh, betere dosis aanwezig in je lichaam is. Dus dat over hoe. Uh, een gezonde leefstijl bij kan dragen. Dit is maar één van de vele mechanismen. Hè. Maar hoe een gezonde leefstijl dus bij kan dragen aan het ervaren van minder menstruatieklachten. En waarom leefstijl dus echt zijn impact kan hebben. En iets anders wat ik heel interessant vond aan haar praatje. Dit is het tweede onderwerp waar ik het heel even kort over wil hebben. Was toen ze het ging hebben over de menopauze. Ik ben nogmaals geen arts. Dus ik wil hier niet te diep op ingaan. Want daar voel ik me helemaal niet bekwaam in. Maar um, iets waar ik wel vaker van heb gehoord in andere podcasts. Ik zal trouwens ook even twee podcasts delen in de show notes. Eén is van de Ritual podcast met Gemma Newman, waarin ze hierop ingaat. De andere is met een endocrinoloog die aanwezig was bij uh, de Proof podcast van Simon Hill. Die twee podcasts hebben mij ontzettend veel geleerd over dit onderwerp. En ik vind het ook heel belangrijk, omdat ik vind dat zeker het onderwerp menopauze heel erg... Uh, ja, ook bijna gedemoniseerd wordt. En uh, menopausale vrouwen, die zou niks meer waard zijn of zo. Zo worden ze soms weggezet. En er is het heel veel stigma rondom. En vrouwen zijn ook uh, veel te goed, zou ik bijna willen zeggen. in het. Um, ja, hoe zeg je dat? In het uh, bagitaliseren van klachten die gepaard kunnen gaan. Met de menopauze en ik heb er zelf natuurlijk ook nog niet mee te maken. Niet persoonlijk, waardoor het lastig is om er vanuit ervaring over te spreken. Ik kan wel iets zeggen over um, menstruatie, maar daar kan ik nog niet over meepraten. Dus ik vind het heel belangrijk dat we daar gewoon veel meer over praten als maatschappij. Dat we het um, normaliseren, want het is normaal. Vrouwen krijgen hier gewoon allemaal mee te maken en ik ben me er ook zeer bewust van dat ik ook ooit een keer aan de beurt kom. Dus laten we daar gewoon veel meer informatie over verstrekken met elkaar, zodat het niet zo'n soort geheimzinnig iets uh, blijft. En we daar ook gewoon open over de, kunnen praten en kunnen benoemen wat de problemen zijn waarmee je te maken kan krijgen uh, met je lichaam. Of misschien mentale problemen waarmee je te maken kan krijgen. En er is een heel belangrijk um, ja, medicijn op de markt, wat uh, ook nog heel erg wordt gedemoniseerd. En er is heel veel weerstand tegen, en dat heet HRT. HRT, Hormonal Replacement Therapy. En dit is uh, ja, basically een mix van oestrogeen en progesteron. En heel veel merken en manieren van toedienen op de markt. Uh, maar in de basis is dat wat het is. En die zijn heel erg effectief tegen um, de overgang en uh, ja, diverse problemen die gepaard kunnen gaan met de overgang. En dan moet je denken aan gewoon klachten van de overgang, maar ook uh, de problemen die gepaard gaan met het uh, droppende uh, niveau, hoe zeg je dat op z'n Nederlands, het dalende niveau aan um, oestrogeen. Want ik heb nu al een paar keer benoemd dat oestrogeen een beschermende werking heeft, bijvoorbeeld bij de botmassa, maar het heeft ook een beschermende werking um, tegen het ontwikkelen van aterosclerose, dat is het uh, plak, dus uh, het uh, startpunt van het ontwikkelen van hart- en vaatziekten... En als we dus in de overgang komen, dan daalt dat niveau aan oestrogeen, waardoor we opeens niet meer zo beschermd zijn tegen deze problemen als voorheen. En HRT, die hormonal replacement therapy, die heeft hier dus weer een preventieve uh, rol in. En het middel is ontzettend veilig, ontzettend effectief. Ik heb nu al besloten, het duurt nog heel lang als het goed is dat ik het ook ooit ga gebruiken. Um, en er is ooit een, um, een, uh, een studie geweest in 2002. En daarin werd uh, een uh, iets verhoogd risico gezien op borstkanker. En die studie heeft heel veel aandacht gekregen. Um, terwijl de studie heel veel problemen heeft. Daar zijn ook heel veel podcasts over opgenomen. Dus laat ik, daar nu te diep, laat ik daar nu niet te diep op ingaan. Maar een van de dingen is dat in die studie, die specifieke studie, um, met name vrouwen meededen die aan dus uh, die met HRT starten, die waren 65 jaar of ouder. Maar die leeftijd hebben, geeft al per definitie een veel hoger risico op. Borstkanker, dus je kan helemaal niet stellen dat dat echt door dat middel kwam. Um, maar dat heeft dus heel erg veel kwaad bloed gezet tegen dit middel. Terwijl het super effectief is en op dit moment er nog talloze vrouwen zijn die um, uh, ja, onnodig lijden tijdens de overgang. Omdat ze het idee hebben van dit hoort erbij en dit moet ik maar doorstaan. En dit is natuurlijk, en die middelen zijn niet natuurlijk. Terwijl het ontzettend effectief en veilig middel is. Als je zelfs een HRT hebt wat alleen maar bestaat uit oestrogeen. En om allerlei andere redenen wordt het vaak gegeven in combinatie met progesteron. Waar ik nu niet diep op inga, want ik ben geen arts. Dus daar zou ik een keer een aparte podcast over op, op moeten nemen. Met iemand die daar veel meer van weet dan ik. Um, ik nogmaals, ik. Ik ben hier puur aan het benoemen wat ik gisteren aan notities heb opgeschreven. Maar uh, alleen HRT geeft helemaal geen verhoogd risico op. Uh, sorry, alleen oestrogeen in HRT, dat bedoel ik, geeft helemaal geen verhoogd risico op borstkanker. Ik meen me te herinneren dat ze op de sheet van gisteren. Een heel klein verhoogd risico liet zien. 1 tot 2 procent, dacht ik, bij de meeste HRG. Maar wat ik zo mooi vond, en dat is even het punt wat ik wil maken. En waarmee ik hoop dat ik je ook een beetje laat zien. Uh, wat voor rare dubbele standaarden we af en toe hebben. Um, namelijk dat zij in. Haar uh, lezing vertelde oké, okay, die HRT geeft dan misschien 1 tot 2 procent meer risico op borstkanker, maar vervolgens liet ze zien hoeveel meer risico we hebben op borstkanker door overgewicht of door um, um, uh, het uh, uh, nemen van alcohol. En daar hebben mensen in de overgang waarschijnlijk veel minder weerstand tegen over het algemeen. En vergis je ook niet erin dat als je heel veel overgangsklachten ervaart, dat natuurlijk ook weer kan leiden tot ongezond eetgedrag, omdat je veel minder goed slaapt, wat van alles doet met je eetlust, omdat je jezelf gaat troosten met eten. En die overvecht op zichzelf geeft dus veel meer risico op het ontwikkelen van borstkanker en nog veel meer andere problemen dan HRT als middel. En ik vond dat zo sterk van haar dat ze dat benoemde. En ik ben helaas vergeten om op te schrijven wat de exacte percentages waren. Daar heb ik nu heel erg veel spijt van. Maar ik kan je vertellen dat het echt ging over um, uh, percentages in de tientallen. Dus iets van 50 tot 70 procent of zo, zulke soort getallen. Ten opzichte van dus 1 tot 2 procent van het middle age RT zelf. Nou, en die details doen er voor deze podcast ook helemaal niet toe. Ik wilde dit gewoon even aanhalen als voorbeeld waarom er zoveel achterlijke dubbele standaarden gelden um, als het gaat over uh, het gebruiken van medicatie soms ten opzichte van dingen die evident een hoog risico geven, die we dan beschouwen als heel normaal. Waarom we er. Um, niet zoveel uh, weerstand tegenvoelen in het Maar het klopt niet. Het zit tussen de oren. En uh, ik ga dat zo vaak genoeg herhalen als nodig. Uh, en ik hoop dat ook, al oh, is het maar één vrouw uh, die op dit moment heel veel klachten ervaart van de overgang, die hier naar luistert, die denkt: Ik ga toch nog maar eens naar mijn huisarts. Want ik heb het in mijn coaching ook al heel vaak, ja, niet persoonlijk geadviseerd natuurlijk, maar wel gezegd tegen mensen die ik coach. Van joh, ga gewoon eens naar je huisarts en bespreek de mogelijkheden. Want heel vaak geeft het zo'n verlichting van klachten en beschermt het juist heel erg in je gezondheid op de lange termijn. En het is niet nodig om zo, zo te lijden. Um, als er gewoon middelen zijn om dat te beperken, waardoor je levensgeluk en je levenskwaliteit gewoon... Omhoog gaat. En ja, er zijn zoveel dingen, zeker als het gaat over hoe we kijken naar een vrouwenlichaam en wat er allemaal gebeurt, waarbij we zeggen. ja, dat is de natuur, dat hoort. Maar terwijl dat, ook al is het de natuur. Hè, uh, het is ook de natuur om uh, uh, heel vaak te overlijden bij, uh, het, uh, bij de bevalling. Maar het is niet per se gewenst, en het is niet nodig. <laughs> dus. Ik hoop dat er iemand is geïnspireerd om hier toch um, ja, uit de eigen bevooroordeling te stappen. En dat is super knap als je dat kan. En naar de huihart te stappen en te kiezen voor wat meer levensgeluk. In plaats van onnodig lijden, want dat hoeft dus niet. En dan tot slot heb ik nog een uh, feitje wat ik je niet wilde onthouden. Wat eigenlijk niet eens uh, bedoeld was om in de lecture van deze persoon voor te komen. Maar waarnaar werd gevraagd door de... De, de voorzitter van de dag, de voorzitter van de dag, um, en dat was een feitje wat uh, endocrinoloog Maarten Soeters deelde, en dat ging over hoeveel van het budget van een ziekenhuis gaat naar uh, de voeding van de patiënt. En dit is iets waar ik echt even bewust bij wil afsluiten, want dit geeft aan waarom organisaties zoals Pan zo belangrijk zijn, uh, waarom ik doe wat ik doe, uh, waarom er zoveel meer moet worden ingezet op preventie. Um, en waarom er zoveel mis is in de zorg. Ook heel veel goed. De zorg is fantastisch, zeker in Nederland. Maar dit is toch wel echt even iets om te huilen. Um, ik geef je even een uh, momentje van bedenktijd. Want Maarten, die, uh, die uh, vroeg dus: hoeveel euro denk je dat er per dag uh, gaat per patiënt uh, naar de voeding? Van die persoon als die in het ziekenhuis ligt. Hoeveel euro denk je dat daar voor ruimte is in het budget? Want zo werkt het in een ziekenhuis. Hè. Er zijn gewoon natuurlijk gewoon ja, budgetten. Hoeveel geven we uit maximaal aan? Een ziekenhuis is een bedrijf, dat wordt vaak vergeten. En natuurlijk is het wel een heel bijzonder bedrijf, want er is heel veel met verzekeringen en ook overheidsmaatregelen en financieringen, et cetera. Waardoor het wel, het is niet helemaal kapitalistische markt. Uh, gewoon uh, laat uh, de markt zijn werk doen. Zo werkt het niet. Maar het is uiteindelijk een bedrijf en er worden gewoon um, ja, budgetten vrijgemaakt voor bepaalde dingen. En ik geef je eventjes een momentje om voor jezelf te bedenken: hoeveel zou dat zijn? En uh, nou, toen mij deze vraag dus gisteren werd gesteld... of aan het publiek werd gezet, ging ik ook even nadenken... ja, inderdaad, ik heb daar nog nooit over nagedacht... hoeveel per persoon zou er worden besteed aan voeding? En dan moet je dus denken aan alles. Dus het ontbijt, de lunch, het diner en de snacks. Hoeveel euro hebben wij over per patiënt... voor het uh, voedingsgedeelte van deze persoon? Nou, nee, ik ging eens nadenken en uh, nou, ik had al wel verwacht... het zal vast niet uh, heel veel zijn. Dus het zal geen uh, 50 euro per dag zijn of zo... Maar 25 lijkt me toch een redelijk budget. Nou, ik zat er flink naast. Want um, Maarten Soeters vertelde dus dat het 7 euro is voor specifiek het ziekenhuis waar hij werkte. Nou, laat het in sommige ziekenhuizen misschien 8 zijn. En bij uitzondering misschien een keertje 10. Dus dan zitten we echt op een heel positief scenario. Maar dan krijg je dus wel een idee: 7 tot 10 euro per dag voor alle voeding. Van uh, een persoon ontbijt lunch diner en snacks. En je begint te snappen waarom het aanbod aan voeding soms zo beroerd is in ziekenhuizen. Uh, en uh, ja, zo ongezond, soms, echt. En zo weinig verse dingen als groente en fruit. Heel veel ziekenhuizen die ook überhaupt geen koks meer hebben. Um, en ja dat dat nooit genoeg budget is om een echt verantwoorde gezonde voedende maaltijd neer te zetten. En, een reden waarom het zo belangrijk is dat hier veel meer aandacht voor komt bij de ziekenhuizen zelf. Uh, want het hoeft ook helemaal niet heel duur te zijn, zeker als je met plantaardige voeding aan de slag gaat. Want ja, zeker pulvruchten en tofu is zoveel goedkoper dan vlees. Um, dat dat eigenlijk alleen maar heel erg logisch wordt als dit je budget is. Um, maar ja, dat is dus het budget wat op dit moment per patiënt vrij is uh, uh, gemaakt. Dus 7 tot 10 euro. En 10 euro was eigenlijk een soort van wishful thinking. Want we weten niet of er een ziekenhuis die dat, uh, is die dat heeft. Maar dat zou dus een heel hoog budget zijn. Ik was daar best wel een beetje van geschrokken. Ik wist dat ook niet. Um, maar met die boodschap sluit ik deze podcast af. Want ik denk dat het belangrijk is dat we dat weten. En uh, nou ja, dat jullie begrijpen waarom ik doe wat ik doe. En mocht je hier naar luisteren als diëtist. Um, weet dan dat ik dus mijn. Uh, uh, ik geef een, uh, een nascholing sowieso waar je, je voor kan aanmelden. Trouwens, niet alleen voor diëtisten, ook andere zorgprofessionals en uh, andere ja, geïnteresseerden als je iets in de zorg doet. Maar voor diëtisten is deze geaccrediteerd. We hebben ook al heel veel voedingsdeskundigen in de zaal gehad. En um, uh, ja, um, ik word dus ook wel eens gevraagd om die lezing op locatie te geven. Um, en daarin neem ik je helemaal mee in de voordelen van gezond plantaardigheden voor klimaat en milieu, maar ook voor de personen zelf en hoe je dat volwaardig doet. Want dat is natuurlijk een, uh, een groot bezwaar. Maar het is een belangrijke stap die we gaan maken in de zorg. En ik hoop um, ja, dat uh, er nog heel veel uh, gaat gebeuren hier. Want het, is, uh, het, is, het heeft zoveel uh, voordelen. Het is zo'n krachtig middel. Uh, en het zou echt de norm moeten zijn. Dat is ook mijn missie. Ik uh, ga door met mijn werk tot een plantage die de norm is in deze maatschappij. Um, dus uh, voorlopig heb ik denk ik nog wel even werk te doen. Ik hoop dat je dit een leuke podcast vond. Het was een beetje alles en anders. Het was ook voor mij even een samenvatting van wat heb ik eigenlijk allemaal geleerd gisteren. En um, ik, uh, ja, ik hoop dat ik je met deze vier takeaways wat heb ik kunnen bijbrengen... over de dingen die ik heel erg interessant vond om gisteren te horen... Mocht je nou ook een zorgprofessional zijn, uh, ja, sluit je dan uh, eventueel ook aan bij Pen natuurlijk. Want ze zijn allemaal, uh, allemaal zijn welkom. Ik ga dat zo meteen ook gelijk eens eventjes doen. En um, ik, um, ja, ik hoop je iets bijgebracht te hebben. Ik hoop dat je deze podcast leuk, leuk vond. Vond je het een leuke podcast? Geef hem alsjeblieft sterretjes overal waar je dat kan doen. Op YouTube kun je een duimpje omhoog geven aan de video. En um, ik uh, zie je graag weer in de volgende aflevering. Bye bye! thank you